verwachtingen naar beneden toe bij te stellen. Dank u. Dank u wel, meneer de mesmaker. Anderhalve minuut. Dank u wel, voorzitter. Trash is cash. De uitdrukking komt van u, meneer Timmermans. Was goed gevonden. Beter en meer duurzaam gebruik maken van hulpbronnen is essentieel. We hebben anderhalf jaar vertraging opgelopen. En ik zal het voorstel natuurlijk in detail bestuderen, maar toch heb ik al enkele vragen en punten van kritiek, specifiek rond de afvalwetgeving. 1. U hebt het zelf gezegd, de grote verschillen tussen de lidstaten bij de uitvoering van de bestaande wetgeving en het bereiken van de doelen 2020 zijn een enorme uitdaging. Terwijl wij in Vlaanderen bijvoorbeeld 65% van ons huishoudelijk afval recycleren, storten sommige lidstaten nog 80% ervan. Een volledige uitvoering van de bestaande afvalwetgeving is dus een noodzakelijke eerste stap, maar welke inspanningen zal de commissie daarvoor leveren? 2. Ik begrijp dat maatwerk nodig is, maar het verlagen van het ambitieniveau van 70% naar 65% in zaken recyclagedoelstellingen voor huishoudelijk afval en uitstel bieden aan een hele reeks lidstaten is volgens mij niet zo'n goede keuze. Alternatieve oplossingen om iedereen aan boord te krijgen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld twinningprojecten, het formuleren van tussentijdse doelstellingen. 3. Maatwerk is niet alleen nodig voor lidstaten die het moeilijk hebben, maar ook voor voorlopers, zoals mijn eigen regio. Hoe wil de commissie hen concreet aanmoedigen en ervoor zorgen dat innovatie alle kansen krijgt? En tenslotte, een verbod op storten voor recycleerbaar materiaal moet de basis vormen van een kringloopeconomie. Het is mij onduidelijk hoe hard de commissie dat maakt. Dank u wel. Dank u wel. U hebt zich goed gehouden aan uw spreektijd. Meneer Gerbrandy krijgt het woord. 1 minuut. Yes, thank you. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. 1 jaar geleden is de politieke blunder gemaakt.